Is Dives beschikbaar als app? Ja, we laten zien hoe je dat doet. Ga naar de Nelos-site en kies voor Dives. Log nu in met je Nelos-ID. Als je iPhone vraagt om je wachtwoord op te slaan, kies hier dan voor. Klik op de deelknop, scroll vervolgens omlaag totdat je Zet op beginscherm ziet staan, klik hierop. Kies nu een naam voor de app en klik op Voeg toe. Vanaf nu heb je op een makkelijke manier toegang via je homescherm. Standaard ben je ook ingelogd voor 14 dagen. Hoe voeg ik een duik toe? Dit kan zowel de kandidaat, de buddy en/of instructeur zijn die dit doet. Druk op het plus-icoon en kies hiervoor Maak een duikactiviteit. Vul nu alle gegevens in. Zodra je begint te typen zal je de keuze krijgen om de juiste plaats te kiezen. Klik hier dan op. Al deze gegevens kan je achteraf nog steeds aanpassen. Een foutje maken mag dus. Nu kan je een buddy toevoegen. Als het een buddy is van buiten je club, vergeet dan het vinkje niet uit te schakelen. Bij het intypen van je buddy krijg je meerdere mogelijkheden. Tik op je gewenste buddy. Het enige dat we nu moeten doen is klikken op activiteit opslaan. Alvorens je een proef kan goedkeuren, moet er een proef aan de activiteit worden gehangen. Zoek de activiteit in je logboek. Eens gevonden klik je deze aan. Je moet de duik nu aanpassen, swipe vervolgens naar onder tot je proeven ziet en tik op proeven toevoegen. Je krijgt nu een lijst van alle proeven die je kan toevoegen aan deze activiteit. Sommige proeven kan je aantikken, andere niet. Als dit niet lukt is dit omdat de voorwaarden voor de proef niet voldaan zijn. Je ziet ook waarom dat zo is. In dit voorbeeld voegen we de proef vinzwemmen toe en klik vervolgens op aanpassen. Nu moeten we deze activiteit nog opslaan. We loggen nu in als instructeur en gaan de proef vinzwemmen behandelen. Je ziet bovenaan je logboek welke proeven je nog dient te behandelen. Je kan de proef vanuit dit scherm met de duimpjes onmiddellijk goedkeuren of afkeuren. Hier kiezen we ervoor om de duik te openen met het oogje. We kunnen de duik nu in iets meer detail bekijken of alles klopt. Vervolgens met de oogjes keuren we deze proef goed. Je kan ook steeds de proef terug aanpassen en afkeuren, mocht je een fout gemaakt hebben. Of eventueel de proef resetten mocht je de beslissing ongedaan willen maken. Hoe maak je de proef vinzwemmen aan met een niet-duikende instructeur? Open de Dives-app op je toestel. Desondanks dat je als instructeur niet meeduikt, starten we toch met het maken van een duikactiviteit. Vul de gegevens zoals plaats, duikduur en diepte in. We laten je zo zien hoe je ervoor zorgt dat deze duik niet meetelt voor je tellers en statistieken. Voeg nu de kandidaat toe, alsook de mededuiker van de kandidaat. Dit is de instructeur op de kant, je kandidaat en zijn mededuiker. Tik op de rol van de instructeur en kies voor niet-duiker. Nu moeten we de proef nog toevoegen aan deze activiteit. Tik hiervoor op proeven toevoegen en kies voor het vinzwemmen. En tik op aanpassen. Nu kan je de proef goedkeuren of afkeuren met de duimpjes. Merk ook op dat jij als instructeur staat aangeduid als evaluator van de proef. Je kan dit hier aanpassen indien nodig. Sla de activiteit op. Je kan steeds de proef terug aanpassen indien nodig door opnieuw gebruik te maken van de duimpjes. Opslaan gaat automatisch. Hoe activeer je een opleiding als ledenadministrator? Open Dives op je toestel. Linksboven tik je op het menu-icoon. Vervolgens kies je voor Beheer. In dit voorbeeld is dat Beheer Testclub. Zoek de persoon en druk op de drie puntjes. Kies nu voor Start opleiding. Je krijgt alle mogelijke opleidingen te zien die deze persoon kan starten. In dit voorbeeld kiezen we voor de basis Nitrox. Je hebt de mogelijkheid een andere opleidingsverantwoordelijke te kiezen. Standaard is dit de duikschoolverantwoordelijke. De opleiding is onmiddellijk actief. Als je opzij swipet, zal je zien dat bij deze kandidaat de opleiding BND is toegevoegd. Iedere instructeur kan van ieder Nelos-lid de brevetkaart bekijken, dit geldt ook voor de assistent-instructeur. Open Dives op je toestel. Linksboven tik je op het menu-icoon. Kies nu voor kandidaten. Standaard zie je enkel je kandidaten die je zelf aangeduid hebt als favoriet, zet daarom even favorieten aan en uit. Kies of zoek de kandidaat van wie je zijn brevetkaart wenst open te doen. Tik op de naam. Deze persoon is kandidaat Dries Ter Duiker, alsook BND. We zien ieder brevet opgedeeld in stukjes, we bekijken de openwaterproeven even. Het vinzwemmen is reeds goedgekeurd, een enkele van de openwaterproeven kan deze kandidaat nog niet uitvoeren omdat de voorwaarden nog niet afgerond zijn, je ziet erg duidelijk welke deze zijn. Je ziet ook op de brevettenkaart welke soort activiteit je moet aanmaken om de desbetreffende proef toe te kunnen voegen.